Welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Big Mama Joe en vandaag um, gaan we het hebben over de bijzondere vissen die in dat oude aquarium komen. Het zijn uh, twee gehandicapte vissen, uh, maar wel hele bijzondere. Het zijn namelijk Channa Beleri's. Nou, dit is de eerste. Dit is Sipje. En Sipje. <coughs> En zijn of haar broertje, uh, die komen uit een 2 meter aquarium. Daar zaten ze met 12 in ongeveer. Nou, dit is sopje. En er zijn er nog maar twee over. Waar ze zijn, ik heb geen idee. Maar, sorry, uh, ik zag wel dat er dus uh, wat fout ging. En heb daarom dus dat aquarium, dit aquarium. Voor ze ingericht. Dit is het allereerste moment. Zoals je kunt zien, dat we ze erin doen. <coughs> wat je op de takjes ziet, is uh, nog wat uh, uh, luchtbelletjes. En uh, dit is dus de eerste week. En dit, sorry, ik zeg het verkeerd. Dat was de eerste dag. En uh, zoals je ziet, uh, hebben ze last van uh, dat ze naar boven. Willen nou, niet, dat willen ze niet, maar uh, ze worden steeds naar boven getrokken, zeg maar. Door hun uh, kontje. <laughs> Alsof er een, uh, een luchtbel in zit. En vaak is dat ook dus het geval, hè. Dus dat ze, uh, als vissen naar boven drijven of op de kop, dan uh, hebben ze last van hun zwemblaas. Nou, dit is dus de eerste uh, dag. <clears throat> en hiermee uh, wil ik eigenlijk even laten zien dus, dat je ziet... Ze doen heel erg hun best. Maar ze blijven. Ja, het gaat dus niet helemaal goed. En ik wil dus, uh, ze wat beter in de gaten houden. <coughs> om te kijken of ik uh, op een of andere manier dit kan verhelpen. Uh, de video is uh, 13 minuten lang. 14 minuten ongeveer. <coughs> Zometeen zal ik je ook laten zien hoe ze eten. Want ze zijn namelijk ook. ...misvormd. Ze hebben hele rare mondjes... ...en waarschijnlijk daardoor... ...hebben ze ook last van hun... Eh, ...zwemblaas. <coughs> Sorry. En... Um, um, ...ja, het zijn dus eigenlijk... ...gewoon gehandicapte vissen. En het kan goed zijn... Hè, ...dat er dus van binnen nog... ...veel meer mis is. En dat, uh, ja, dat kunnen we niet zien. Maar zolang ze dus hier... Uh, ...in zitten... ...zullen we gewoon... Uh... Goed voor ze zorgen. En ik heb dus geen idee of ze oud worden. Oh ja. <coughs> Sorry hoor. Um, als je rond de 8,5 minuut zit. Dan kun je zien hoe ze eten. Want hun mondjes zijn eigenlijk heel raar. Vaak bij uh, uh, vervormingen zie je dat de onderkaak uh, vervormd is. Maar zij hebben ook, nou ja eigenlijk beide. Bij de onder- en bovenkaak. Dus ze hebben eigenlijk steeds eigenlijk zo'n... Open gat. Zeg maar. Um, ik zal even kort iets vertellen over deze vissen. Het zijn dus slangenkopvissen. En zij komen voor in. Uh, pardon. Uh, in Azië. <coughs> Sorry hoor. Uh, en in Nederland heten ze eigenlijk de regenboogslangenkopvis. Zij. Um, hebben niet heel erg warm water nodig. Nou, kijk. Um, zoals je ziet. Sopje die durft eigenlijk al wat meer uh, naar buiten te komen. Die zit hier nu op de steen en die is eigenlijk naar mij aan het kijken. En Sipje? Die durft het nog niet zo goed. Die, uh, die heeft inderdaad die heeft nog wat angst om zichzelf te laten zien. En die zit dus ook heel graag. Uh, in zijn huisje of in het holletje. Ik denk ook trouwens dat als hij daaronder zit. Uh, drijft hij niet naar boven. Dus dan blijft hij hangen achter de steen of achter een tak of achter een. Uh, want dat zie je dus ook uh, dat ze dat uh, proberen te doen. Omdat ze dus wel bij de bodem willen blijven. gaan ze gewoon onder een tak of onder iets wat, wat ze gewoon dus naar beneden houden. Uh, hartstikke slim dus <tankt> van ze. Maar goed, wel was ik? Even kijken. Ze dus worden zo ongeveer ja, tussen de 20 en 25 centimeter uh, groot. Kijk, hier kun je het ook goed zien. Dat is een kontje, zeg maar. Ja, dat wil steeds naar boven gaan. We zitten hier inmiddels op dag 2 en zoals je kunt zien blijft hij wel al op de bodem. Dus dat betekent dat het dus beter gaat. En daar ben ik hartstikke blij om, want je ziet er zijn nog wat uh, rode muggenlarven. Um, ze hebben al wat gegeten, dus dit moet ik zo meteen nog even uit de bak halen. Maar hier kun je dus zien dat hij eigenlijk probeert zichzelf naar beneden te houden. En met de vinnen, vinnetjes, uh, die bijna wel armpjes lijken of handjes, probeert hij zichzelf ook wel stabiel te houden. Maar hij moet er dus best wel wat moeite voor doen, zoals je kunt zien. En dat is natuurlijk hartstikke sneu. Maar goed, hè, uh, we zullen eens zien of dat uh, in verloop van tijd beter wordt voor ze. En anders ja. Hè, uh, kijk, hier gaat het. Hier zie, zie je het? Eén, twee. Woop. En dan blijft hij dus hangen achter het takje. Maar goed, oké. Okay. Um, we zullen in een verloop van tijd eens even kijken hoe dat allemaal. Uh, kijk, nu gaat hij ook een beetje op zijn zij. Hoe dat, allemaal, uh, hoe dat allemaal gaat verlopen. En ik hou jullie daarbij gewoon op de hoogte. Dus als je het leuk vindt om te volgen, hou het even in de gaten. Sipje en sopje. <coughs> Hartstikke leuk, Janna Beleri. Goed, ze worden tussen de 20 en de 25 centimeter groot. Ze zitten dus nu in een 60 centimeter aquarium. Dat is absoluut niet groot genoeg voor ze. Ehm... Um, ze komen uit een 2-meter aquarium. Maar ik heb dit dus gedaan, zoals ik al in een ander filmpje, eerder filmpje, heb gezet, gezegd. Um, heb ik dit gedaan zodat ik ze wat beter in de gaten kan houden. Zodra ze natuurlijk groter zijn, gaan ze in een groter aquarium. En in de opvang uh, hebben wij heel veel aquaria nog wel achter de hand, zeg maar, groter. Dus dat, uh, dat gaat allemaal goed komen. Daar hoeven hoef jullie geen zorgen over te maken. En. Uh, <coughs> Even kijken. Als je een koppeltje hebt, uh, dan leggen ze eieren uh, en dan maken ze een schuimnest en daar leggen ze de eieren in. En dan um, uiteindelijk als de eitjes uitkomen, dan kunnen de jongen, baby's jongen zo'n drie maanden, nou uh, ja, dat zou kunnen. Hè? Drie maanden erbij kunnen en daarna worden ze duidelijk weggejaagd moet je ze ook echt wel uit elkaar halen. Maar ze leggen dus een, een, een schuimnest. Ze zijn wel uh, carnivoren, dus ze eten uh, graag vlees, vis natuurlijk, vleesvis. Um, <coughs> en zijn ook wel vreedzaam tegen uh, tegenover medebewoners. Moeten niet te kleine visjes zijn, want die worden gewoon opgegeten. Ik voer ze nu, zoals je rond zag. Zwemmen. Um, um, nou. Nou, dat is suf. Daar heb ik het heet in mijn hoofd. Um, Artemia. Jeetje, was dat nou zo lastig, Angela? <coughs> Artemia. Ook uh, omdat ik dus wil dat ze, of tenminste wil zien hoe ze zwemmen en of het dus beter gaat. Kijk, hier pak je er een. Fantastisch. Ja, fantastisch. En zoals je net ook al zag: ze zwemmen dus naar boven. Want ze hebben duidelijk nodig dat ze adem kunnen halen uh, aan de oppervlakte. Dus het water staat ook iets lager. En uh, nou, ik heb er ook geen kap op. Maar mocht je er wel een kap op hebben of een dichte bak, en je wil deze vissen zorg dan dat, uh, dat ze in ieder geval lucht kunnen happen. Want anders stikken ze. Even kijken: de pH-waarde. Uh, kan tussen de 6.4 en 7.4. En de temperatuur. Ja, weet je wat het grappig is van de temperatuur? Er zijn verschillende uh, sites. En ze zeggen dus eigenlijk ook verschillende dingen. Ze, de ene zegt tussen de 14 en de 18 graden. En de andere zegt tussen de 18 en de 27. Nou, dat is dus wel een enorm groot verschil. En dan kan je zeggen, ja, wat moet je dan doen? Wat ik heb gezien, in het 2 meter aquarium had ik de temperatuur uh, rond de 20. In dit aquarium heb ik, ik heb er wel een heater in, maar die heb ik uitgezet. En misschien heeft dat of helpt dat ook wel voor ze om, uh, ja. Misschien te herstellen. Uh, tenminste, ik heb gezien. Ik, heb, ik, ik zie in ieder geval dat het, dat het wat dat betreft, voor, dat, voor zover dat kan, goed met ze gaat uh, gaan, gaat. Ze zijn actief. Uh, dat wil ik ook graag, daarom haal ik ook levend voer. En uh, dus ik denk dat het, de temperatuur bij hun in het aquarium zo rond de 19 graden is nou ja dan zit je er mooi tussen zeg maar en um, <tossimus> ja uh, het, het is ook bekend of tenminste als je als je informatie opzoekt over deze vissen dat ze een warme periode hebben en een koude periode dat hebben ze ook echt nodig dus als je deze vissen ook hebt zorg ervoor dat ze ook een koudere periode hebben met het water met de watertemperatuur en een wat tropischere temperatuur. Dat is in de wild in het in de wild. Hallo. In het wild, uh, in het wild ook zo bij hen. Even kijken. Um, wat had ik gezegd? pH had ik, had ik dat gezegd? Ja hè. Tussen de 6,4 of 6 en de 7,5. En ehm um, Even kijken. Ja, ze zijn ze zijn prachtig. Tenminste, ik vind ze ontzettend prachtig. We hebben natuurlijk een andere slangenkopvis en Jana, uh, diplogramma, hele mond vol. En deze hebben we dus uh, gekregen in de opvang. En uh, ja, er is uh, iemand heeft gewoon een uh, verkeerde aankoop gedaan. Deze vissen worden natuurlijk geïmporteerd vanuit het buitenland. En uh, deze zijn uh, ja, misvormd en misvormd. Um, ja, ik wou zeggen is niet erg, maar het is natuurlijk wel erg want het is natuurlijk in die zin helemaal niet prettig voor de vis. Um, en um, ja, want je weet ook niet of ze dus van binnen uh, met de organen of, uh, of daar verder iets mis is. <coughs> Maar uh, ja, deze zijn uh, dus uh, uh, misvormd. En uh, zoals je kunt zien ook uh, aan die bekjes, wat ik al eerder had gezegd. Even kijken. Nou ja, we zijn uh, in het filmpje zijn we ongeveer een uh, week verder. En het gaat een stuk beter. De sopje blijft al op de bodem. Sipje, die gaat nog een beetje op en neer, zoals je ziet. Maar uh, wil je nou dit volgen? Want ik blijf ze filmen om te kijken gewoon hoe het gaat. Dan uh, nou, hou even de filmpjes in de gaten. Want ik vind het hartstikke leuk om dit met jullie te delen. Als je nou nog vragen hebt, vraag het me even hieronder. In een berichtje. En dan uh, sluit ik deze video zomaar eens eventjes af. En dan hoop ik jullie te zien in het volgende filmpje. En het volgende filmpje wordt ook weer mooi. Oké, okay, dankjewel voor het kijken. Bedankt. Doeg, doeg.